We zijn bij de IKT meeting werkgroep communicatie en... Ja, dat doen we ondernemen en communicatie, Jan-Jaap. Goeie voorbereiding, hoor. Ik zit hier met Bas Wolters. Bas, wat is de aanleiding van deze bijeenkomst? Nee, de aanleiding is natuurlijk dat wij vanuit IKT regulier met deze werkgroep 2-3 bijeenkomsten per jaar organiseren over actuele thema's. Die leven bij ondernemers en die gaan over ondernemen en communicatie. Maar we merken wel dat we daarin steeds meer op zoek zijn van wat gebeurt er eigenlijk in de wereld. En ja, als je dan Menno Lanting tegenkomt met Connect, dan ga je het zeg maar hebben over sociale netwerken. En dan ga je het hebben over veranderende organisaties. En toen Menno ook nog zei van ik wil best een keer naar Twente komen, ja, dan ben je snel klaar. Dus daarom hebben we het zo gedaan. Wat was de reden om naar deze IKT-bijeenkomst te komen? Eigenlijk informatie om straks ook voor Promonello Twitter, LinkedIn goed in te kunnen zetten voor social media. En heb je nog dingen gehoord waar je wat mee kan? Ja, absoluut. Twitter, LinkedIn koppelen. Waarom het wel goed is om in je organisatie toe te passen in de geledingen waar het nodig is. Even kort je naam en je bedrijfsnaam? Maarten Hulsman van Saxion. Oké, je bedrijfsnaam, dat is dus een onderwijsinstituut. In welke hoedanigheid ben je naar deze IKT-bijeenkomst gekomen? Ik ben hier namens het Saxion Kenniscentrum Innovatie en Ondernemerschap. En sociale netwerken hebben mijn interesse en is ook voor mijn vak belangrijk. Heb jij nog innovatieve uitspraken gehoord vanmiddag? Ik hoorde een uitspraak dat je eerst moet luisteren, daar ben ik het mee eens. Maar ik vind ook vooral dat je moet beginnen. Gewoon doen? Gewoon doen. En dan kijken waar het schip strandt, maar wel met enig beleid. Wat zou het beleid kunnen zijn, denk jij? Poeh, dat is lastig. In ieder geval zorgen dat je zichtbaar bent en vervolgens dat proberen uit te bouwen. Vliegende varkens, grafisch ontwerpers. Wat vond je van deze bijeenkomst? Leuk. Heb je nog tips of dingen, nieuwe dingen gehoord? Wij hebben eigenlijk wel een beleid op het gebied van sociale media. Maar dat is eigenlijk wel dat ik... Ik vind het wel belangrijk, maar ik wil niet dat mensen zoveel bezig zijn met dat soort dingen. Waarom niet? Nou, ja, omdat ik ook wel gemerkt heb in het verleden dat het ook wel heel erg kan afleiden. Maar ik heb het idee dat ik daar toch wel wat in moet veranderen. Wat is het effect, denk jij zelf, op langere termijn? Of kan je dat eigenlijk niks over zeggen? Van social media bedoel ik. Nou, social media, we moeten oppassen dat social media, want dat is wel de hype, dat het begrip social media zo gaat leven als zijnde van het gaat over Twitter en het gaat over LinkedIn en het gaat over... Maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat echt over de manier waarop we georganiseerd zijn en de mentaliteit die ik als manager of als baas of jij als baas of wij als collega's. Het gaat veel meer over, en dat zei die Wil Robben van Vernooy heel goed, hij zegt het gaat veel meer over de manier van organiseren en de manier waarop we in de wereld staan. En daar hoort dan social media bij. Dus ik denk dat we moeten oppassen, want heel veel mensen hier in die zaal die vragen ook van hoe werkt Twitter en hoe werkt LinkedIn? Ja, dat zijn leuke vragen en daar kun je ook wel bij helpen. Maar ze moeten natuurlijk wel op dat, ja, als ik het zo mag zeggen, op dat hogere niveau gaan denken van verdorie, ik moet met mijn mensen aan de bak en ik moet met mijn klanten aan de bak, want ik moet connectie maken. Wil Robben, bedrijf in de traditionele maakindustrie. Kan jij kort en krachtig zeggen waarom je denkt dat social media jou helpt bij bedrijfsvoering? Nou, social media helpt omdat de wereld is aan het veranderen van alles zelf doen naar netwerken. Waarbij je de juiste mensen en bedrijven inzet om de grootst mogelijke kans op succes te boeken. En sociale media zijn daar een vorm van. Wij hebben een continu dialoog met klanten over nieuwe productontwikkeling. Voorbeeld daarvan, vijf van mijn meest kritische klanten. En dat zijn op soms vervelend kritische klanten. Nodigen we juist uit om onze producten te becommentariëren op het moment dat we met ontwikkelingen bezig zijn. Want dan weet je zeker dat je de punten eruit haalt die werkelijk van belang zijn. Waarom denk je dat dat nog relatief weinig gebeurt? Zijn ondernemers bang om uit hun, of achter hun, ja, moet niet te negatief maken, maar om achter hun de muurtjes van de instituten vandaan komen en in de netwerkwereld te gaan kijken? Ja, dat denk ik wel. Ik, binnen de maakindustrie zie ik dat er vastgehouden wordt aan de bekende systemen. De maakindustrie wordt voor het grootste deel ook geleid door techneuten. En dit is, ik denk dat sociale media is een nieuw terrein en ook voor veel bedrijven een onontgonnen terrein. Een beetje eng. Maar ik denk dat de kansen zijn fenomenaal. Maar er zal een bereidheid moeten zijn om vanuit de directies om die draai te maken. Menno Lanting, keynote spreker op deze IKT-bijeenkomst van 22 maart.
Wat vind je van dit Twentse zakenpubliek? Ja, dat is voor mij een beetje thuiskomen hè, als Achterhoeken. Nou ja, Twente Achterhoek, dat gaat volgens mij wel samen. Maar een enorme opkomst, dus volgens mij leeft het thema wel in Twente. Wat zijn de reacties die jij over het algemeen bespeurt? Want je spreekt redelijk vaak over dit onderwerp, ook over je boek Connect. Hoe reageren mensen over het algemeen op het feit dat iemand roept, je moet of je zou wat met social media kunnen doen? Nou ja, wat ik met name zeg is, je moet er in ieder geval over nadenken of je er wat mee kunt doen. Of je nou direct morgen wat moet gaan doen, is even vraag 2. Maar je merkt wel dat mensen er wel heel veel ook gevoel bij hebben, emotie. Dus dat vind ik wel fascinerend. Dus mensen vinden het of heel erg mooi en doen het ook. Of mensen zijn er, vinden er nogal wat van. En echt een beetje neutraliteit merk je niet zo heel vaak. Dus dat vind ik altijd wel interessant. De groep nee-zeggers, wat is hun belangrijkste drijfveer? Ja, dat moeten ze natuurlijk zelf verwoorden. Maar er zitten natuurlijk een aantal dingen in. De social media komt natuurlijk heel dichtbij. Het is natuurlijk een heel persoonlijk medium. Dus dat maakt het vaak voor mensen wel dat ze daar een bepaalde emotie bij voelen. En daarbij is, wat ik volgens mij net ook zei in de sessie, is het is natuurlijk ook niet zo heel Nederlands om naar buiten te treden met wat je vindt en wat je doet. En dat is natuurlijk toch wat je met bloggen, twitteren, hiven doet. Ik kan me goed voorstellen dat wij nu workshops gaan organiseren. Hebben we nog nooit gedaan, hè? Maar dat we naar aanleiding van deze bijeenkomst in de groep gooien en dan gewoon per mail 1100 leden aanschrijven van veel reacties gaat op de bijeenkomst en er is verzoek om workshops. Zijn er mensen die workshops willen organiseren en zijn er mensen die inderdaad aan workshops willen deelnemen? Wij kunnen gewoon dat platform bieden waarop die connectie wordt gemaakt.